Rotterdamse winkeliers willen dat het nieuwe stadsbestuur meer met ze overlegt over hoe winkelstraten opgeknapt kunnen worden. Die wens komt van Retail 010, naar eigen zeggen een organisatie van winkeliers uit 40 Rotterdamse winkelstraten. De gemeente heeft de afgelopen 15, 20 jaar best wel wat gedaan zeker 100 miljoen geïnvesteerd in de revitalisering van winkelstraten, maar op een vrij oppervlakkige en niet al te slimme manier. En daardoor zijn de verbeteringen niet duurzaam en dan zie je dat als het geld op is, de projectleider gaat weg, dan stort zo'n hele straat er in elkaar. Een van de aangesloten winkeliers is René van Mechelen. Hij vindt dat het opknappen van het middelste deel van de nieuwe binnenweg in Rotterdam, waar hij zijn zaak heeft, niet goed is gegaan. De panden zien er mooi uit, maar er is niet gekeken naar het winkelaanbod en of dat wel werkt. Het winkelgebied is eigenlijk niet meer. Op dit stuk en het volgende stuk zitten 75 panden, waarvan er nog maar 10 of 12 echt winkels zijn. De rest is horeca, 25. We gaan pas om 5 uur open, dus daar krijg je geen loop van overdag. Veel afhaal, dus er staat veel auto's staan dubbel. De tram kan er niet langs. Ander publiek komt erop af, dus het heeft ook negatief invloed op de bewoonbaarheid. Maar daardoor kan het zich niet ontwikkelen tot een sterke economische winkelstraat. En dan hebben we nog 25 panden met vragen over het ondernemersmodellen. Dus nail, beauty parlors, kappers, best wel veel. En dat trekt ook niet echt een winkelend publiek. Wethouder Maarten Struivenberg wil ook meer en beter met de ondernemers en pandeigenaren samenwerken. Maar hij twijfelt of hij hierover moet overleggen met Retail 010. Hij wil eerst zeker weten dat Retail 010 namens een grote representatieve groep winkeliers spreekt. Daar heb ik meerdere keren met Retail 010 ook over gesproken. We hebben ook bijeenkomsten georganiseerd voor hen en met hen voor de winkeliers in Rotterdam. Dat hebben we 2 maal gedaan. Wat voor mij alleen wel nodig is, is dat als zij zeggen de winkeliers te vertegenwoordigen, dat ik ook van de winkeliers even nog moet horen dat dat ook echt zo is. Dus daar moeten we nog even aan werken. De partijen die in het nieuwe stadsbestuur komen, willen wel snel starten met de proef die de ondernemers voorstellen. Ze vragen concreet om een experiment in een aantal gebieden. Als zij het met de ondernemers in een paar gebieden voor elkaar krijgen om steun te vergaren, en die ondernemers willen ook daadwerkelijk werk gaan maken van hun winkelgebied, laten we het dan gewoon doen. Los daarvan zullen we ook echt keuzes moeten maken. Sommige winkelstraten gaan gewoon niet beter worden. En laten we dan gaan saneren en zorgen dat we echt goede winkelgebieden krijgen die ook succesvol zijn voor iedereen.